Dames en heren, het is tijd voor Bernie Duin van optie 1. We gaan het hebben over. We gaan het straks even hebben over die Apple Watch, Bernie. Ja. Maar ik wil het eerst hebben over Facebook. Want die hebben grootse plannen en dat heet Metaverse. Het Metaverse, ja. Ze hebben het heel groots aangekondigd afgelopen week. Heb je niks van meegekregen? Nee, blijkbaar niet. Nou, er is toch best in de media wel over gesproken. Ja? Okay. Ja, kijk, ik had een tijdje terug al over het feit dat de naam Facebook een beetje beschadigd is door alle schandalen die eraan hangen. Is veranderd, hè? Ja, dus ze hebben nu besloten om de bedrijfsnaam om te gooien naar Meta. Meta? Zo heet het bedrijf straks. De diensten blijven nog steeds wel. Facebook, WhatsApp, Instagram. Nou, zo heet het dus. Het moederbedrijf, het overkoepelende bedrijf, heet Meta. Ja, heet Meta. Ja, als het allemaal net wat positiever is. Dus ik zal ook dit keer wat positiever erover zijn. Over precies. Over positief gesproken. Facebook, dat is toch een beetje klaar. Ik bedoel, dat is toch voor oude mensen en kleine kinderen, of niet? Ja, wel het sociale netwerk daarin. Ja, dat wordt steeds minder populair. Omdat Instagram en TikTok dat natuurlijk allemaal overheersen. Maar met de aankondiging van het Metaverse lijkt er wel iets aan te komen wat alles weer mooi samenbrengt. En dat biedt wel hoop voor hun dan voor de toekomst. Wat is dat? Wat is dat Metaverse? Ja, het is nog iets. Het komt pas over 10 jaar, laat ik het zo zeggen. 5 tot 10 jaar, dan is het helemaal af. Maar volgens Facebook is het eigenlijk de opvolger van het mobiele internet. Qua innovatie. Wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze willen een soort van werkelijkheid creëren door middel van virtual reality, dus door middel van zo'n bril. Of augmented reality, dat is ook een bril met dan die dingen toevoegen aan je omgeving. Waardoor je dus bijvoorbeeld naast elkaar in een vergadering kan zitten, zonder dat je naast elkaar zit. Maar ook kun je binnen die geheime wereld ook reizen naar andere plekken. Dus dan kun je rond gaan kijken bij iemand anders thuis. Kun je ook zeggen van, ik wil de komende 5 minuten even op de Malediven zitten of zo. Ja, bijvoorbeeld. Dan hoef je niet meer naar Gran Canaria bijvoorbeeld als je vakantie wil. Dan kun je gewoon lekker. Nee, maar wie wil daar nog heen ook? Ja, dat is waar. Maar je kan dus naar de plek gaan en je kan dus zitten op de plek waar je wilt ook. Ja, en ook als wat je wil. Dus je kunt ook je eigen avatar kiezen. In verschillende vormen ook. Je kunt een realistische avatar. Een avatar, dat is een poppetje wat lijkt op jezelf bijvoorbeeld. Maar het kan ook een ander poppetje zijn. En zo kun je met elkaar praten. Maar je kunt ook samen naar concerten. Je kunt ook samen shoppen bijvoorbeeld. Dat kan ook. Je kunt je als webshop aanmelden bij Meta om daar een winkel te beginnen. Je moet het eigenlijk zien als een plek waar je gewoon naartoe kunt reizen. En dan hoef je niet meer op aarde te zijn. Het ziet mij eruit alsof ik in een of andere game ben beland. Ja. Ja, het is ook, je kunt er ook in gamen trouwens. Heb je dat al verteld? Ja, nee, dat heb ik niet verteld, maar dat zal ongetwijfeld. Maar is dit, jongens, is dit de toekomst om met zo'n grote bril op te gaan zitten op de bank? Nou ja, we hebben het er wel altijd over gehad in het verleden. En dit lijken wel de eerste serieuze stappen te zijn richting zo'n wereld. Ik vind het allemaal wel weer wederom heel spannend. Want het is natuurlijk wel een virtuele wereld. En hetgeen wat je ziet is niet echt. Nee, maar ze kunnen ook alles bepalen dus voor je. Want iemand zit er mee te kijken en zit dus het is een beetje de Matrix. Ja, het is eigenlijk een soort van Matrix. Het is echt een eigen wereld. En je kunt de bril opzetten en je kunt ook weer afzetten. Ik vond het wel heel opvallend. Mark Zuckerberg zei ook in die presentatie van, geef heel veel privacy. En je kunt ook je eigen room creëren waar je in je eentje gewoon bent. Toen dacht ik als eerst van, je kunt de bril ook gewoon afzetten als je alleen wil zijn. Ja. Maar ja, trek de stekker uit het internet. Ja, maar dat zegt hij wel, je eigen room. Maar dat is helemaal niet zo. De heren en dames van Facebook, die kijken gewoon mee. Meta, moet ik zeggen. Ja. Die kunnen gewoon meekijken. Maar, zij gaan dit dus introduceren. Maar denk je dat het ook gaat slagen, ja of nee? En komt er ook een tegenhanger? Er is natuurlijk nog geen tegenhanger in ontwikkeling. Maar het kan wel zijn dat andere bedrijven ook naar gaan kijken. Kijk, Apple is al een tijdje bezig met een bril natuurlijk. Alleen de vraag is, heeft Apple zoveel in huis om ook zo'n hele realiteit te kunnen creëren? Zij zijn natuurlijk geen gameontwikkelaars bij Apple. En Zuckerberg heeft dat wel. Ja, Mark Zuckerberg heeft natuurlijk uit het verleden die ervaring ook te beïnzitten. Ze hebben natuurlijk ook games op Facebook gehad en dergelijke. En al een tijdje zelf ook een bril. De Oculus Rift is ook van hun. Dus ze hebben best wel wat ervaringen daar ook mee. Ja, maar ik ben bang gewoon dat je binnen de kortste keren in een soort van echte Squid Game komt. Dat je het niet in de gaten hebt. Dat je denkt van, waar ben ik in beland? Ja, ik ben het met je eens. Maar Bernie, het is aangekondigd. Jij zegt over 5-10 jaar dan bestaat dat. Zijn ze nu al begonnen? Zijn er al mogelijkheden om dat soort dingen te doen nu? Ja, zeker. Want, ik bedoel, je kan wel zeggen, over 10 jaar. Ik kan ook wel zeggen, over 10 jaar heb ik een virtual reality wereld gebouwd. Maar dat kan ik helemaal niet. Ze zijn al gestart met delen van dit project. Kijk, die brillen zijn er al. Oculus heeft die bril al uitgebracht. En de software is er ook al voor. Alleen de plekken moeten nog gemaakt worden. En dat kunnen ontwikkelaars gaan doen. Het hoeft niet alleen Facebook zelf te doen. Dat kan ook een ander bedrijf kan dat doen. Volgens mij het komende jaar starten ze in ieder geval met de integratie van hun eigen
eigen diensten in dat systeem. Dus dan ben je al in zo'n wereld, een kleine wereld dan. En dan kun je op je pols kijken en dan kun je zien of je Facebook Messenger berichtjes hebt binnengekregen bijvoorbeeld. Dus het is er al wel. De avatars kun je al aanmaken, daar zijn ze al mee bezig. Dus de start is er al en de komende jaren worden dan ja, steeds meer ruimtes aangemaakt. Mag ik even zeggen dat ik de Mark Zuckerberg in die presentatie ook een beetje eng eruit vind zien? Dat mag jij. Ja, is dit echt? Of heeft ja, hij zichzelf dat is ook future reality. Ja, nou ja, hij ziet er bijna hetzelfde uit als een avatar. Maar je hebt toch die future reality, die heb je natuurlijk al bij die games wat je samen kan doen. Hè? Ook met een bril en met twee van die stokjes wat je moet gaan bewegen. Ik heb dat één keer gedaan. Dat is heel indrukwekkend, hoor. Ja, dat... Je weet niet wat je meemaakt. Ja, dat zoiets is er ook het. Al. Ja, dat is er ook al. En ik moet ineens ook denken aan PlayStation Home. Dat is 10 jaar terug uitgekomen op de PlayStation 3. Leek er ook een beetje op. Een soort van centrale plek waar je met elkaar kunt rondlopen en leven. Alleen nu zit alles erin. Shoppen, ja. Alles. Mooi. We spreken elkaar over 10 jaar. Goed. We gaan het hebben over de Apple Watch. Want er komt een zelfstandige Apple Watch. Is dat die 7 die nu uit is? Ja. En dan heb je dus geen telefoon meer voor nodig. Klopt. Die opereert gewoon als een horloge. Ja, ja. Gelukkig, we eindelijk een horloge gewoon. Ja, je kunt er alleen de tijd op zien en de datum ook. Dus dat is wel handig. Ja. Nee, eigenlijk is deze zelfstandige Apple Watch is er al best wel een tijdje in Amerika onder andere en wat landen om ons heen. Maar hier werd hij maar niet uitgebracht omdat het gewoon nog niet kon met de providers die er allemaal zijn. Ja, wat houdt het eigenlijk in? Het is een Apple Watch 4G of cellular zoals dat heet. Leg even uit hoe het ervoor zat. Want je had wel de Apple Watch, die kennen wij allemaal. Ja. Maar die moet gekoppeld worden aan je iPhone. Ja, want de Apple Watch eigenlijk doet, is die haalt al zijn data af van de dataverbinding van je iPhone. Dus wat je iPhone verbonden is met het internet, kan hij ook informatie ophalen. Precies, en dat gaan ze nu veranderen. En bijna alles wat de Apple Watch doet, behalve de tijd, dat heeft internet nodig. Dus dat is straks niet meer nodig met de nieuwe Apple Watch. Want daar zit dus een ingebouwde kaart in, waar je los abonnement op kunt nemen. En dan kun je gewoon hem gebruiken waar je wil. Nog een abonnement? Ja. Ik dacht van, hè, eindelijk, hij opereert zelf. Maar af en toe maakt hij even contact met iets, een netwerk of een wifi of wat dan ook. En dan ja, nee, hij is volledig. Ja, maar er is ook goed nieuws, want je hebt er geen nieuw abonnement bij nodig. Je hebt eigenlijk een multisim nodig, zoals dat heet. Oh ja. Maar dat houdt dus eigenlijk in dat je telefoonnummer van je mobiele telefoon in je Apple Watch gaat zitten. Dus je kunt dan ook bellen gewoon met je Apple Watch. Je laat je telefoon thuis. Maar je kunt bijvoorbeeld ook onderweg Spotify of Apple Music luisteren terwijl je aan het hardlopen bent of in de trein zit. Zonder dat je die iPhone op je arm moet doen, weet je wel. Je zit zelfs hardlopen. Nou zag ik laatst ook ergens iets, een beetje een zijweg, iets over eSIM. Dat je geen SIM-kaartjes meer nodig zou hebben. Is dat zo? Klopt. Het is eigenlijk al een tijdje in omloop. eSIM, dat is een virtuele SIM-kaart die zowel in telefoon zit als ook in de nieuwe Apple Watch. Je downloadt eigenlijk via een app of gewoon via een QR-code die je in de mail krijgt, download je op die moment de simkaart. En dan kun je op die manier gewoon op internet. Heb je dat gepruts niet meer met dat veel te kleine simkaartje? Ja, precies. Dat is een gedoe ook. Maar Benny, zat jij erop te wachten op deze? Nee, ik niet zozeer. Want ik heb eigenlijk altijd mijn mobiele telefoon wel mee. Het enige moment waarvoor het voor mij makkelijk zou zijn is als ik aan het hardlopen ben. Dan luister ik nog wel eens muziek. En ik krijg nou alleen maar voorgemaakte afspeellijsten waar ik niet op zit te wachten. Mm-hmm. Maar er zijn wel flink wat mensen om mij heen die het handig vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook een klant die zit er al heel lang op te wachten. Die doet heel veel aan fietsen. En die vindt die valdetectie heel belangrijk. De Apple Watch heeft een manier erin zitten waardoor als je valt hij dat direct herkent. En noodnummers opbelt. Nou, hij is al iets ouder, dus hij wil graag wel goed beschermd zijn. Hij heeft nu altijd zijn telefoon mee. Maar met die Apple Watch kan hij straks gewoon fietsen en misschien vallen en gewoon opgehaald worden. Is dat de enige horloge die dat doet? Er zijn nog wel andere horloges die dat doen van andere merken. Maar want er zijn ook horloges die zich echt specifiek op sporters richten. Ja, dat klopt. Maar daar zit nog niet echt zozeer een simkaart in. Dat is echt meer voor de GPS. Dus eigenlijk om je route vast te houden, je hartslag en alles wat met gezondheid te maken heeft. Je hebt wel van andere merken zoals Huawei en Xiaomi onder andere ook een alternatief waar ook een simkaart in kan. Wanneer komt die uit? Althans hier in Nederland? De ondersteuning start al direct. Dus hij is te pre-orderen. Maar de mensen die 3 weken geleden zo'n nieuwe iWatch hebben gekocht, die krijgen dus ook die functionaliteit. Want het is gewoon softwarematig. Nee, niet. Je moet wel een andere uitvoering ervoor aanschaffen. Het is een speciale uitvoering waar ook die antenne in zit om mobiele netwerk op te kunnen pakken. Dat vind ik niks. Een horloge met een antenne. Ja, die moet je uitschuiven. Zo lastig, hè? Ik wil even over achter haken. Als je in de auto zit, moet je raam openzetten, anders past die antenne er niet in. Nee. Ja. Maar nog even de prijs. Is die veel duurder? Ja, hij is wel volgens mij ongeveer €150 duurder dan het normale model. Voor een antenne? Dus voor een antenne. En de techniek, hè? Ach, jongens, houd erop. Daar gaan we niet aan beginnen. Maar dan ga je al gauw richting een €700-800 voor zo'n. Ja, er zijn modellen die over de €900 à €1000 gaan. Dat is een keramiek model. Dus dan kies je echt wel voor het uiterlijk. Maar het zijn wel prijzige Apple Watches.
Maar ja, wel mooi natuurlijk. Hè? En wat kostte de gewone versie? 400. 400? Ja, of een Apple Watch SE voor €289. Dus. Oh. Maar goed, je moet dus een stap hoger gaan. Wil je die nieuwe functionaliteit erin krijgen? Ja, ja, je moet echt die antenne hebben. Het heet de Cellular, dus niet 4G. Cellular, zo heet het model. De 7 Cellular. Yes. Yeah. Cellular. Cellular. Nog een paar keer echt dan, een hele rare uitzending. Ja, hele rare uitzending. Benny, gezellig dat je er was. Volgende week weer? Ja, volgende week weer. Gezellig, tot dan.